ben Nikos Machlas, spits voor Vitesse, Europese topscorer met 34 doelpunten. Een verrijking voor de club, een verrijking voor Nederlands voetbal, dat is denk ik buiten kijf. November tegen NEC. Vierklauw. Jochemsen. Ineens gespeeld voor de goal langs. En een goede kopbal van Machlas. En dat is eindelijk de eerste goal van de Griek. Waar hij zo lang op wachtte. En Vitesse natuurlijk ook in de Nederlandse competitie. En een beste goal. Machlas kan de eerste maanden slecht aden in Nederland. Waar veel, zo niet alles, anders is dan op het zonnige Kreta. Hij telt de dagen. Zijn prestaties blijven ver. Op 23 februari 1997 maakt Nederland voor het eerst kennis met de kwaliteiten van Nikos Machlas. De verdediging van FC Groningen beleeft een vervelende middag, want de Griek scoort 4 keer. Willem Koster. Machlas kan daarbij komen. Passeert aan Lodewijks, moeilijke hoek. Maar het lukt hem wel. En zo staat het. Na 12,5 minuten spelen, 2 minuten gespeeld met de vrije trap van John van der Brom. Machlas, goede kopbal. En als een derde doelpunt van deze middag. En wat een ongelukkige start dus voor Melchior Schoenmakers. De vrije trap van John van der Brom. Machlas, niet eens zo hoog. Met de geplaatste kopbal. Zijn derde doelpunt van deze middag. John van der Brom. Probeert een 1-2'tje op te zetten met Machlas. Balletje binnendoor op Jochemsen. Machlas, jazeker. Doelpunt nummer 4 van de Griek van deze middag. Martijn Reuzen. Van Hintum. Gaat hij erin? En wie denkt u? Pierovic weggestuurd door Reuzer. En daar is al heel snel van Machlas de 3-2. En zo is het, voor een kwart wedstrijd verstreken is, ook weer een echte wedstrijd. Het is Vitesse's tweede corner. En het is het doelpunt. En dan is het niet moeilijk. En daar is het 1-0. Toch weer Nikos Machlas. Kuturovic. Goeie voorzet opnieuw. Machlas. Hij heeft maar weinig kansen nodig om te scoren. Dat is de tweede van de wedstrijd. Vusvoer. Die wordt alweer voller. Verdedigt Dirks niet uit. Doelpunt Machlas. Dat is zijn 13e. Enigeerder nu gespeeld aan de basis Trustvoel. Opnieuw komt Vitesse. Nu is te druk rond Machlas. En Koppers op verkeerd op. En is daar de gelijkmaker van. Wie anders dan Machlas? Het is de invaller, Koplov, die het te makkelijk op. Trustvoel. Van Hintum. Vitesse kan de bal lekker laten rondgaan in de slotfase van de wedstrijd. En Sjoukov heeft nog een mooie demarrage in huis. Perovic vrij, Machlas ook! En zo haalt hij toch nog zijn gram. Van Hintum. Reuzer, niet buitenspel. En Machlas wil graag de bal. En daar komt hij. En daar is hij. Het doelpunt van de topscorer. Daar is het Vitesse bestuur ook bijzonder content mee. Dat Machlas zijn totaal op 25. Goed, uit de rug van Postma komt daar sturing. Waar kiezen de spitsen positie? Daar Machlas met zijn tweede van vandaag. En 15 in totaal. Wat een levensgevaarlijke spits is dat.
Trustful. Sturing. Jochemsen. Goed, terugleggen. Of dit is nog mooier, maar Maglas. Ja, het lukt toch. Je kan niet zeggen dat je zo'n bal in het doel wil krijgen, maar het lukt wel. Reuzer, Zoekhoff. Waterreus. En dan gaat die bal het doel in door Maglas. Wat een blunder bij PSV, zeg. Ruzie tussen Waterreus. Σίγουρα είναι πολύ ωραίο το πετυχαίνει, είτε αυτό είναι στην προπόνηση, είτε είναι σε ένα κανονικό αγώνα της Κύπρου. Sparta maakt het Vitesse niet makkelijk om in het spel te komen. Verdedigers worden al snel opgevangen. Dit is een goede paas. De Goos op Maglas. En meteen gevaar. En dat maakt hij het prachtig af. Nikos Maglas met zijn vijfde van het seizoen. Het lijkt wel alsof hij niet lelijk wil scoren. Hoog en hoog met Jansen. Even de teen onder de bal. Trustful. Niet buitenspel. En raak. Boom. Knal. Wat een goal. Maglas. Konterman. Van de bal gespeeld door Perovic. Maglas 1 tegen 1 met Aerts. En de Griek schiet. En schiet goed. Sturing. Een olieslager geeft hem weg en dan zijn alle verdere verhalen volstrekt overbodig. Want dan gaat het er alleen maar om dat het hier 4-1 is geworden. En dat Maglas weer de bal is van de treffer. Een cadeautje. En cadeautjes weet de Grieken te appreciëren. Zo schiet hij de volgende. Surovic, en als dit geen buitenspel is voor Maglas, is het resultaat in te vullen. Goal was lang onderweg. En de grensrechter ziet Maglas op het moment van spelen niet buitenspel. En dan is het dus gedaan. Zo gaat het. Verkeerde taxatie van Hupia. En dat moet je tegen Maglas niet doen. Want hij staat nu alweer op 9. Sturing, als altijd fel en gretig. Trustful, Veldman. Nog een meter of 10, 15 pakken. Goede opening op Jochemsen. Kans voor Vitesse. En wie anders dan Nikos Maglas. Het is zo eenvoudig, zo simpel. Zoals de Grieken doet. 34 maal schoot hij raak. Mooi, hè? Gelredome, het nieuwe project van NUON, die energie, jongens. Helemaal gemaakt voor de toekomst. En voor meneer Maglas natuurlijk, de topscorer van Nederland. Temperatuur goed hier binnen, meneer Maglas? Nee. Nee, dat is ja in het Grieks. Net iets lekkerder dan in Barcelona, meneer Maglas? Nee. Ik zei nog tegen die energie, jongens, het is hier toch wel allemaal milieuvriendelijk en zo. Nou, reken maar van yes, zeiden ze. Dat is ja in het Engels. Meneer Maglas, u gaat nu toch zeker niet meer naar het buitenland, hè? Nee.